Hoe kun je zelfs plastic maken van aardappelen, boomschors of suikerbieten? Dit is de Universiteit van Nederland. Als je een supermarkt binnen wandelt of een winkel, dan zie je heel veel plastic kunststoffen rond je. Als je in een auto stapt, dan heb je dashboard. Je stapt uit en je ziet je banden. Alles rondom ons heeft op een of andere manier wel iets te maken met plastics of kunststof. En ik heb hier wat kunststoffen meegepakt, meegebracht. Je ziet dus hier flesjes, buizen. Je kan het niet zo gek bedenken of het is wel een of ander kunststof Ik heb hier ook nylon kousen meegebracht. Ik weet niet of er uh, dames panties hebben. Kunststoffen. Nu, er zijn twee foto's die ik wil je tonen. De eerste is een foto waar ik een driehoekje heb staan. En voor diegenen die in de supermarkt dan zo'n plastic gaan vastpakken, dan kun je gaan kijken. Er staan driehoekjes op en dan kan je ook de samenstelling van zo'n plastic of kunststof kennen. PE, polyethyleen, Polymer. Het monomeer waar het. Polymer is opgebouwd, is ethyleen. Volgende foto zie je PP, polypropyleen. Polymeer? Propyleen is het monomeer. Hier heb ik die moleculen meegebracht. Dit is ethyleen, polyethyleen. En dit is propyleen, polypropyleen. Dus een kunststof, een plastic, is een soort van herhaling van. Hetzelfde. En als je dan zo'n speelgoed hebt, zoals deze magneten, dan heb je hier dus bijvoorbeeld: dit zou dan kunnen een polymer zijn, waarbij je dit hier een monomer, een monomer, een, monomer, een monomer, en dan kan je nog verder, verder, verder. En dan bouw je dus een soort keten op, en je kunt er zo'n verschillende naast elkaar leggen. En je kunt al dan denken dat het allemaal van die spaghetti slierten zijn. Als je die spaghetti -slierten hebt, dan heb je dus iets dat stevig is als je die dicht bij elkaar legt. En dat kunnen dus zoiets maken als buizen of ander materiaal. Dus je kunt afhankelijk van hoe die eruit ziet, met knikken of andere zijketentjes, kan je ervoor zorgen dus dat je zakjes, tasjes, buizen en zo meer maakt. Dus het is een polymeer opgebouwd uit monomeren. Nu, ik ga gewoon eens zo'n reactie doen. Ik ga nylon maken, panties maken. Dus laten we maar eens beginnen. Ik we moet wel veilig doen, dus uh, lapjas. Nylon is opgebouwd uit bouwstenen, uit die monomeren, en je hebt er hier twee nodig. Eigenlijk kun je zeggen, als je dus terugdenkt aan die magneten van daarjuist, dat je dus één korte en één lange aan elkaar koppelt. Dus die ga ik nu met elkaar vermengen. En dan gaan we eens kijken of we kunnen nylondraden maken. Ik ben er klaar voor. Wat we eerst doen is, we gaan ons eerste monomeer, bouwsteen van nylon kousen. toevoegen in deze beker. En de beker terug hier slaten. Dan gaan we ons tweede monomeer of bouwsteen toevoegen. We moeten zorgen dat hij niet direct vermengt, maar ik probeer eigenlijk twee laagjes te maken. Nu op het grensvlak tussen die twee laagjes, gaat er nu een polymerisatiereactie ontstaan. Een reactie waarbij deze bouwsteen met deze bouwsteen gaan elkaar kitten, zoals die magneetjes in dat speelgoed doen. Nu ga ik hier nylon draden uittrekken. En dat gaat redelijk goed. Dat gaat nog beter. Zo. Dit, zijn, dit is het materiaal waar de panties van de dames hier in de zaal is uitgemaakt. Je ziet dus we kunnen met zo'n reactie, een polymerisatiereactie, een reactie waarbij we deze twee bouwstenen in elkaar laten reageren, kunnen we een plastic maken. Nu, van waar komen die bouwstenen? Want die bouwstenen, zoals er straks die ethyleen en propyleen, voor polypropyleen en polyethyleen, die komen van fossiele grondstoffen, van mijn vatruwe aardolie. Dus mijn vatruwe aardolie of andere fossiele grondstoffen, die gaan we verknippen in stukken en maken we deze moleculen, deze bouwstenen. Die bouwstenen. Die gaan we dus aan elkaar rijden met behulp van een katalysator. Nu, een katalysator is een stof die we toevoegen aan zo'n reactiemengsel om een reactie te versnellen. En zonder nareacties, zonder daarbij veranderd te worden. Nu, bij een polymerisatiekatalysator is dat één metaalbolletje. En daar gaat het gebeuren. Wat er dan gebeurt, is dat dit molecuul gaat reageren en dit molecuul gaat reageren en zo ontstaat er een keten. En hier zie je dat op deze foto, waarbij je deze groene bol op een oppervlak, en daarop gaat die ethylene, 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 polyethylene. Nu, De definitie van daarjuist juist, een katalysator is een stof die bij een reactie toevoegen en die na reactie onveranderd wordt teruggevonden, dat heb je er juist verteld. Klopt eigenlijk niet, want in een polymerisatie-reactie gaat die reactie zo snel dat die katalysator als het ware in de plastic blijft zitten. Daar heb ik een beeld van. En hier zie je een elektronenmicroscopiefoto van een katalysator die al heel wat polymer heeft gemaakt. Heel veel plastic heeft gemaakt. En je ziet die al heel groot zijn. Je bent met een heel klein bolletje. Eigenlijk zou je kunnen een stipje op zo'n grijze. Bol tekenen, en dat is de katalysator. En rond die katalysator is zoiets gevormd. Als je één gram metaal hebt, dan kun je wel katalysatoren hebben die één ton plastic maken. En dat zit er dus in. En Je kunt het eigenlijk voorstellen als een soort van bloemkool, waarbij je hier dus het begin hebt van de katalysator en daar ontstaat dan dus een hele plastic rond. Dus de definitie van een katalysator die onveranderd wordt teruggevonden na een reactie is hij zit erin, hij zit in het eindproduct. En we hebben er niet zoveel last van, want het is zodanig weinig, het is zodanig verdund dat we die niet meer zullen zien of terugvinden. Nu, dit doen we met behulp van katalysator en met behulp van fossiele grondstof. Maar... Zou het niet geweldig zijn als we die nylonkousen kunnen maken uit biomassa, uit boomschors, uit uh, suikerriet, suikerbieten, aardappelen? Nu, het is wel belangrijk om een onderscheid te maken tussen bio gebaseerd en bio afbreekbaar. Dus bio afbreekbaar wil zeggen je Brengt in de natuur dan zal het na een tijd afgebroken zijn. Biogebaseerd wil zeggen dat kan identisch zijn als iets dat komt van een vatruwe aardolie. Ja, kijk, als je in je auto zit en je hebt je dashboard, dan wil je natuurlijk niet hebben dat je na een jaar moet zeggen: oh ja, ik had een bioafbreekbaar dashboard. Dat lijkt me niet zo interessant. Dus je wil wel hebben dat je tien of vijftien jaar met datzelfde dashboard kunt rondrijden. Dus je wil misschien wel biogebaseerd. Maar niet per se bioafbreekbaar. Dus je wil ervoor zorgen dat de eigenschappen van mijn plastic zodanig zijn dat ik diezelfde eigenschappen kan hebben of houden die mijn klassieke plastic kunststoffen hebben. Nu ga ik een voorbeeld geven van een bioafbreekbaar. Een bioafbreekbaar is bijvoorbeeld polymelksuur. Polymelksuur, melkzuur kunnen van biomassa maken. En dan kunnen poly... Meerdere melkzuren aan elkaar gaan rijgen en hebben dus een bioafbreekbaar plastic. Ik ga dat proefje eens doen. Ik ga eens proberen te zien of ik zo'n moleculen als melk, polymelkzuur kan maken. Daar heb ik het volgende proefje voor. Nu, als we dit doen, dan moeten we eerst natuurlijk onze grondstof hebben. Hier heb ik melkzuur. Ik heb een katalysator. Ik heb die dingen allemaal nodig. Nu, die reactie duurt een uur, dat zou me dus een beetje te ver leiden. Dus ik heb hier een opstelling en doe een beetje 24 Kitchen. Dus ik heb die reactie met deze dingen gedaan en dan heb ik opeens een oplossing, deze oplossing. We zijn één uur verder. Dan ga ik terug mijn handschoenen aandoen. We zijn er klaar voor. En het eerste wat ik nodig heb: ik moet een vloeistof hebben waar ik dit kan in laten neerslaan. Dat is hexaan, Een koolwaterstof. Hebben we hebben redelijk wat nodig. Zo, stop erop. En gaan we naar de slag. Dus herinner u, 24 Kitchen komt hieruit, één uur gereageerd. Dit zijn de grondstoffen, zit een katalysator bij. En dan zijn we nu aan de slag en gaan we ervoor zorgen. Even opletten. Goed roeren. Dus nu zie je helder. En nu moet je maar kijken, want uh, nu gaan we een beetje op plaats maken. Nu gaan we de reactie doen en je ziet direct iets neerslaan. En ik maak hier nu polymelkzuur. Dus een van die bekertjes die daar is, is polymelkzuur. Wat we hier nu in ons bekerglas hebben, is polymelkzuur. En ik ga lekker veel maken. Want dan kan ik het ook tonen dat we ook veel hebben gemaakt in dat uur. Nu laat ik hem. Zo. Laten we even neerslaan. Ik denk dat iedereen hier wel kan zien dat ik mooi witte vaste stof gemaakt heb. Polymelkzuur gemaakt. Met mijn melkzuur met behulp van een katalysator. Het is een bioafbreekbaar, biogebaseerde plastic. Nu, wat was mijn vraag? De vraag was. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we uit dit boomschors zo'n plastics kunnen maken? En hoe kunnen we dat doen? Met behulp van katalyse. Nu zijn er twee dingen die van belang zijn. De eerste is je moet ervoor zorgen dat je goede polymerisatiekatalysatoren hebt. Dus goede van deze bollen, waar je in staat bent met biogebaseerde moleculen, heel snel kunt die aan elkaar rijgen, dat je een polymer hebt. En het tweede is, als we dat olievat willen vervangen en we willen aan de slag met die biomassa, met die boomschors, betekent dus dat we op een of andere manier moeten in staat zijn om die bouwstenen, die biogebaseerde bouwstenen hier kunnen uithalen. Dus wat je wil eigenlijk is die nylon die wil je gaan maken, die panties wil je gaan maken, niet uit dit ruwe, uh, ruwe aardolievat. Nu dat dit niet gewoon wishful thinking of een gewoon een beetje dromerij is, mag wel blijken uit de volgende foto, waar ik je toon dat je hier een Lego Lego blokken. Lego heeft de ambitie om tegen 2030 ervoor te zorgen dat hun bouwstenen, hun Lego blokken, bio gebaseerd zijn, gebaseerd niet meer op fossiel, maar op biomassa. Dat geeft dus eigenlijk aan dat we deze droom wel kunnen gaan realiseren. En daar werken catalytici aan. In het volgende college wil ik jullie uitleggen hoe, het, hoe we kunnen ervoor kunnen zorgen dat we meer of efficiënter gaan gebruik maken van onze grondstoffen en energie.